U kijkt naar een nieuwe aflevering van Flakkees Nieuws. En aan de tafel aangeschoven zijn Paul Heerschap en Jan Bot. Jan Bot en Paul Heerschap die zijn beide van De Motten. En dat is ook het gespreksonderwerp van deze uitzending. Jan, De Motten. Als je dat in het kort zou moeten omschrijven. De Motten is een historische vereniging. Begonnen als archeologische vereniging. En bestaan dit jaar 40 jaar, dus het jubileumjaar. Begonnen met enkele jonge, enthousiaste leden. Een van die jonge, enthousiaste leden is nog steeds bestuurslid. Alleen 40 jaar ouder. 40 jaar ouder, ja. Archeologie, maar is ook al vrij snel breder. Eigenlijk de historie van Goeree Flakkee. En we hebben dit jaar een jubileumboek uitgegeven. Maar de kracht van De Motten is eigenlijk dat toch veel publiciteit maken. Dus echt veel publicaties. Er zijn een hoop archeologische verenigingen die graven veel, maar publiceren weinig. Nou, wij publiceren veel, maar graven weinig. Tijd in ieder geval. Ja. Dus, en Paul, de Motten, dat is niet een alledaagse naam. Nee, dat heeft te maken met een heuvel in Oudorp, waarop een oud kasteel gestaan heeft, het kasteel Sprevenstein, zomerkasteel van de heren van Voorne. En er was een oud verhaal dat daar vandaan een onderaardse gang zou lopen naar het dorp toe. Dus die jongens die met die vereniging begonnen, die waren uitermate benieuwd of dat echt waar was. En is het echt waar geweest? Nee, het is niet waar. Want je mag dat ten eerste niet graven, het is een beschermd object. Ja. Maar toen de regulering aangelegd is in Oudrop opnieuw, aan het smalle einde dat er vlakbij ligt en heel diep gegraven werd daar, is geconstateerd dat er totaal geen onderaardse gang zit. Dus het is een fabeltje, of in ieder geval iets. Nou, waar. Kijk, het lijkt als een spannend jongensboek, daar lijkt het een beetje op. En wezen wel. Maar ja, dat is toch wat leuker. Want kijk, als je gaat opgraven, ik denk dat je dan altijd bezig bent met spannende jongensboeken, want je weet nooit wat er boven komt. Nee, dat is zo. Maar eigenlijk is het begonnen op het flauwe werk, waar Rias Olivier, een van de oprichters, met zijn ouders en met zijn broer, in een tot zomerwoning omgebouwde bunker verbleven. Heel vaak in de weekenden vanuit Dirksland. En op het strand daar lagen ontzettend veel archeologische voorwerpen. En ja, ze hebben een muntje gevonden. En toen zijn ze gaan kijken en er bleek veel, veel meer te liggen. En die verzameling die is uitgegroeid tot een hele collectie. En die heeft Rias, onder zijn beheer. Maar als we die 40 jaar teruggaan naar dat groepje enthousiaste jongelingen, die nog helemaal strak in het lijf zaten waarschijnlijk en nu 40 jaar ouder zijn. Waar groeven jullie dan in het algemeen? Nou, het flauwe werk is dan een onderdeel? Ja, er werd in het begin werd er gegraven, onder andere in Goede Reden, waar best wel wat te verwachten was natuurlijk. En ook in Sommelsdijk, achter huizen in de Voorstraat, er zijn dingen gevonden in het begin. Maar ook in Goede Reden, vlakbij de toren. Ja, en Jan, en waar werd dan gegraven? Gewoon, je pakt een stuk grond en je gaat graven? Of was er iets specifieks waar je daadwerkelijk in ging kijken? In het begin niet. Dat werd dus echt. Er waren wat mensen en die zeiden van ja, je mag bij ons achterwal komen graven. Dus nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Later is men meer gaan kijken van, wordt er iets afgebroken op een bepaalde plaats waar vroeger wat gestaan heeft? En dan ga je eerst kijken in archieven of op oude kaarten en dan meer gericht zoeken. En waar richt je je dan op? Want ik, uit een grijs verleden weet ik iets dat mensen heel veel in beerputten bijvoorbeeld. Kijk, mensen hadden niet een toilet zoals we dat tegenwoordig kennen, maar daar werd veel in weggegooid. Ja. Of was dat niet daar waar jullie zochten? Nou, die kom je dan bij toeval tegen, hè? Ja. Zo'n beerput. In Goeree kwamen ze ook bij toeval achter het oude gemeentehuis op de markt, Markt 7, een tonput tegen. Van gestapelde tonnen waar een schat aan materiaal in zat. En was dat een put die volgestort was of zat daar water in? Want die kwam je ook wel tegen. Ja, dat moest wel opgepompt worden natuurlijk, want dat ging tot heel diep toe. Ja. Was van oorsprong was het een welput. Ja. Maar ja, dat werd steeds, dat gaf steeds minder water, het werd moeilijker. En dan gebruikten ze het gewoon als afvalput of als beerput. Ja. Maar het organische materiaal, dat
verdween gewoon. Maar ja, met name het aardewerk bleef bespaard. En omdat het natuurlijk heel kort bij elkaar, dus ook al had je iets laten vallen in huis, het was gebroken, jammer. Nou, dan pak je het hele spul en dat gooi je dan in die put. Als je dat dan later vindt, dan kun je er toch weer een complete kan, of zo goed als compleet, buiten als dat het helemaal verspreid ligt. Ja. Dus als je zoiets vindt, en dat, soms was dat ook wel een beetje meer geluk als wijsheid, maar dan was het echt wel, dan kon je echt een hele hoop spullen vinden waar je dus later weer iets van kunt restaureren. Ja, ik denk dat als je vroeger aan het graven was, dat je, geloof ik, in alle vrijheid kon graven. Dat daar niemand zich zorgen maakte over wat boven de grond kwam. Maar ik geloof dat er later meer... Nee, dat is, er zijn nu strenge regels. Ja. Na het verdrag van Malta zijn er heel strenge regels gekomen. En waarom zijn die in het leven geroepen, die strenge regels? Ja, om het schotgraven natuurlijk tegengegaan, onder andere. Hè. En ook om het bodemarchief, zoals het wel genoemd wordt, te beschermen. En het te houden op de plek waar het gevonden wordt. Ja, dan zit het gewoon goed. Hè. Mm-hmm. Nu komt het alleen voor bij verstoringen, dat er eigenlijk gegraven wordt. En verstoringen, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, als er een nieuwbouwwijk komt en ze gaan nieuwe huizen bouwen daar, en er wordt wat aangetroffen, dan moet daar, wettelijk moet daar onderzoek gedaan worden, wat er zit. En staat er een bepaalde tijd voor dat die bouw tegengehouden kan worden, zeg maar? Hoe lang, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval is het wel zo dat de bouw stopgezet wordt als er op het belangrijks gevonden wordt. Nou, ze zijn nu eigenlijk bezig om dat al van tevoren te regelen in de bestemmingsplannen. En ook te kijken hoe de bodem al een beetje in elkaar zit. Dan kun je van tevoren al proefgaten boren of wat dan ook. En als daaruit blijkt dat er weinig bijzonders te vinden is, kun je daar van tevoren al in het voortraject. En dat proberen ze ook zoveel mogelijk. Dus niet dat er al gebouwd wordt en stilgelegd wordt. Mm-hmm. Het wordt steeds meer aangegeven op een soort archeologische kaart, hè? Ja. Ja, ja. Wat er aangetroffen zou kunnen worden. Oh, zou kunnen worden. Dat... Ja, er wordt ook in oude streekarchieven nagegaan, want daar heeft ooit een hele oude woning gestaan. Of... Ja, dat wordt aan de hand van oude kaarten kun je dus soms al zien. En ja, de oude woonkernen weet van tevoren al dat de mogelijkheid er is. Als je naar die 40 jaar bekijkt, zijn er nou nog topstukken uit de grond vandaan gekomen? Ja, er zijn zeker topstukken uit de grond gekomen. Uit die tonput die ik net noemde is een blokfluitje tevoorschijn gekomen. Een blokfluitje? Een blokfluitje dat gescheurd was. Een blokfluitje met 3 gaten. Dat is waarschijnlijk bespeeld door iemand die op een trommel sloeg en met zijn andere hand het fluitje bespeelde. Het is zelfs in Engeland voor onderzoek geweest. Het is en gedateerd uit welke tijd? Aan de hand van de houtmonsters is het ongeveer... Van een boom die gekapt moet zijn, 1470 ongeveer. Zeer late middeleeuwen. Zeer late middeleeuwen, ja. Ja. En als je hout boven de grond haalt, want dat is iets wat meestal gebeurt, als het niet het goede houtsoort is, en je laat het liggen, het verpulvert. Ja, maar het moet nat bewaard worden. Ja. Hè? En dan ging het naar het ROB, Rijksdienst voor Uitkundige Bodemonderzoek, in Amersfoort. En dan werd het dan geconserveerd. Maar ook leren is zoiets, hè. Leer, schoenen die bijvoorbeeld bovenaan. Ja, moet ook nat gehouden worden. Ja. En dan, door een deskundige werd het dan gerestaureerd en geconserveerd vooral. Ja, en het restaureren, was dat iets wat jullie ook zelf deden als je naar het aardewerk kijkt? Ja, dat werd heel uitvoerig zelf gedaan. Er waren ook werkavonden waar dat specifiek gedaan werd. De kratten met scherven? Met scherven. Ja. Ja, het was een heel traject, hè. Wat... we komen wel jonge lui tegen die vinden dat graven prachtig natuurlijk, maar dat uitwerken, dat is een ontzettend karwei. Dat gaat van wassen, sorteren, tot puzzelen en in elkaar zetten weer natuurlijk. En ja, dan haken sommigen toch wel weer af. Ja, en als jullie restaureren, wat restaureren kan in een aantal stappen gebeuren. Je kan zeggen, nou, we zetten er gips in om alleen maar te laten zien die stukken ontbreken in bijvoorbeeld een aardewerken pot. Maar ik weet ook mensen, die kleuren dan die pot weer helemaal bij. Dat je dus bijna het verschil niet meer kan zien tussen de echte en de... Ja, daar is ook een ontwikkeling in geweest. Maar in de loop van de tijd zijn er ook gewoon gaten in laten zitten. Heb je er ook gaten in om te laten zien. Kijk, de vorm was toch bekend. En dan de vorm zag je. Dat het gewoon om een oude pot ging die uit scherven weer samengesteld is. Ja. En Jan, kon je nou ook op het eiland zien wat voor soort aardewerk er werd gebruikt? Of was dat...
Ja, niet specifiek gebonden aan Goeree-Overflakke heen. Nee, dat kwam veel uit Bergen op Zoom, heb ik begrepen. En ja, ze hadden toch de aanvoer, want het werd niet zelf gemaakt hier op het eiland. Het moest toch van ergens vandaan komen. En dan was het maar net waar de handelsconnecties waren in een bepaalde tijd. Ook het Romeinse spul, daar ging het zo mee natuurlijk, werd aangevoerd. Hè? Ja. Bij Goeree zijn grote aantallen zwarte kommetjes gevonden. Alsof je tegenwoordig plastic bekertjes hebt. Ja. En in gave toestand nog? In vrij gave toestand, ja. Maar dat is mooi, dat je dat vindt. Maar ja, bijna nooit heel. Want meestal, het is aangetroffen in een soort kazerne, zou ik maar zeggen. Die in brand gestaan heeft, vermoeden wij. Pannen gebroken en verbrand graan lag ertussen. En de zwarte potjes waren misschien vroeger wit geweest en door die brand zwart geworden. Nee, dat was gewoon terra. Dat was echt... Terra nigra was dat. Je had terra sigillata, dat is rood, en terra nigra is zwart. Ja. Dus dat was gewoon zwart bakkende klei. Ja, want juist het wat zachtere aardewerk, als het langer bijvoorbeeld in een beerput heeft gelegen, ja, het breekt heel makkelijk. Maar het gresaardewerk, het wat harde aardewerk, ja, dat houdt het nog wel 100.000 jaar uit. Ja, zo kom je ook steengoed tegen enzovoort. Ja. Dus, maar goed, het fluitje is een topstuk geweest. Ja. Dat staat nu ook waarschijnlijk ergens... In goede reden, tenminste als het in de vitrine staat, want er is wel eens een wisselende tentoonstelling. Ja. Maar op de plek waar het hoort, overal hebben wij wat om te laten zien. Ja. En als je praat over het aardewerk, Jan, wat zijn dan topstukken? Spaarpot. Ja, dat is wel een heel, heel curieus dingetje in ieder geval. Dat is een spaarpotje. Spaarhaan moet ik eigenlijk. Het is geen spaarvarken, maar spaarhaan. Die gevonden is op het marktveld in Sommelsdijk daarachter. En dat is zo'n haantje. Hij is ook niet helemaal gerestaureerd, want ik denk dat ze de centjes nodig hebben gehad. Dus het bovenstukje hebben daar zit een gat in. En dat hebben we ook niet zo gerestaureerd. Maar het is wel een heel curieus ding. En dan is het misschien qua waarde niet. Geen topstuk, maar wij vinden het verhaal erachter is natuurlijk het leukste. Ja, want de waarde is niet altijd het geld waarin je het in uitdrukt, maar ja, en hoe vaak het is meer, het is meer de bijzonderheid, hè? Ja. Ja. Nou houden jullie je niet alleen bezig met wat Goeree onder de grond betreft, maar ook boven de grond wordt aardig wat geproduceerd door jullie. Nogal. Want De Oude Wereld is een tijdschrift wat door de motten wordt uitgegeven. Ja, de motten vonden het altijd heel belangrijk om te publiceren. Om te laten zien aan de mensen wat er gevonden was. Dat is een beetje educatief al. Vroeger een educatief aspect van de vereniging. Het waren eerst gestenselde blaadjes. Ja. En later om contact te houden met de leden. Want ja, we hadden een heleboel leden waarvan een kleine kern actief was. Hadden we eerst het blad Contact. Het werd gewoon gekopieerd in elkaar gezet. En 2001 is eigenlijk een suggestie van Hans Klepper geweest om eens met een mooi tijdschrift te komen. En toen zijn we met een mooi tijdschrift begonnen. En dat ziet er gelikt uit. Dat ziet er heel gelikt uit. Dus helemaal in kleur zou prachtig zijn, maar dat is financieel niet haalbaar. Mm-hmm. En zo brengen wij 3 nummers per jaar uit, waarvan 1 themanummer. En het mooie is dat naarmate we verder zijn gekomen, dat er steeds meer onderwerpen opborrelen gewoon. Dus het einde is nog lang niet in zicht. En de onderwerpen die zoal opborrelen? Oh, dat is heel, heel bijzonder. Ze hebben ook een vrouwennummer hebben we gehad. Een vrouwennummer? Een bekende vrouwen op van Goeree-Overflakke. Ja. Zoals Paulina van Weel, dus de donatrice, zodat het ziekenhuis in Dirkstrand kon komen. En ook de dames Kleinold, die de paardenmende en zo, die als arbeiders op het land werkte, ook daar een artikel over. Ja, dus als je praat over de Oude Wereld, hebben we het niet over, alleen maar over opgravingen, maar ook over dingen die gewoon met het eiland te maken hebben en historisch gezien van belang zijn. Algemene historie van Goeree-Overflakke. Ja. Nou, kijk, hier, dit is een heel divers nummer. Bijvoorbeeld, het gaat ook over sigorijproefvelden op Goeree-Overflakke. Kijk, we hebben natuurlijk het voordeel dat Jan ook streekarchivaris is. En die zit bij al die bronnen, hè? Ja, en streekarchivaris Jan, wat doet iemand die streekarchivaris is? In eerste instantie beheer ik de oude archieven van de gemeente en van het waterschap. En daarbij ook allerlei andere particuliere archieven, dus ook van kerkarchieven en van bedrijven, verenigingen en dergelijke.
Dat is één kant. En aan de andere kant probeer je dat een beetje uit te dragen. En nou ja, dat is ook door een historisch artikel te schrijven. Of ja, rondleidingen doe ik dan ook wel. Maar, en boekjes te maken natuurlijk. En boekjes, hè? Nou ja, allerlei publicaties. En de oude wereld, daar kunnen we aardig ons ei in kwijt. Want een collega van mij, ook een archivaris, Jans Hoving, is ook bestuurslid of redactielid van de oude wereld. En nou ja, die... Die komt vanuit het waterschap, hè? Die komt van, en die weten allerlei waterstaatkundige onderwerpen weer goed te belichten. Ja, zo heeft iedereen maar niet alleen eigen... dat... Kijk, ik doe het weer over schrijvers bijvoorbeeld. En Jan die is heel breed. Die komt zo ontzettend veel tegen. Af en toe hebben we ook een gastschrijver die wat produceert. En ja, zo houden de zaken op dreven. Ik denk dat het eind nog lang niet in zicht is. Nee, nou dat hoop ik niet. Want nee. Anders dan, ja, dat is dit het laatste interview. Het is ook een prachtige aanvulling op... ja, op wat er al was. Hè. Dat werd steeds maar weer overgeschreven. Bijvoorbeeld... Van Dam had je uit 1680 een boekje, een geschiedenis van Goede Reden, Kop van het Eiland. Van Dominee Boers het boek over Grover Flakey. Ja, kijk, de Neerzamen, meer nieuws werd er eigenlijk niet gepubliceerd. Nee. We schreven gewoon elkaar over. Wij proberen gewoon met bronnenonderzoek nieuwe dingen aan de orde te stellen. Ja, ja. Nou, zo blijft het werk in de wereld. Er ligt nog een tijdschrift. Ja, dat is het. Dorenstad staat. Ja, dat is het algemeen tijdschrift. Archeologie magazine. En we bestaan nu 40 jaar. Een prachtig jubileumboek gemaakt over het flauwe werk. En dat staat heel gunstig in dit landelijke blad besproken. Dus daar zijn we echt wel trots op. Ja, en het flauwe werk waar het dan allemaal een beetje begonnen is. Wezen wel. Ja, we hebben eigenlijk het flauwe werk de geboortegrond van de motto genoemd. Omdat het Rias Olivier is geweest die daar zijn eerste archeologische vondsten deed. Ja, ja. En vriendjes had natuurlijk, en toen gingen ze bewust graven en zoeken daarna. Ja. Als we dan kijken naar alles wat jullie zo'n beetje boven de grond hebben gehaald. Dat wordt ook ergens tentoongesteld, Jan. Ja, nou we hebben een aantal musea op het eiland. En daar staat dus... Een deel van de collectie. Er is ook nog een hoop wat nog gerestaureerd moet worden. En sommige dingen, ja, dat blijven scherven. Doen jullie nog wat met die scherven? Of blijven dat gewoon kisten met scherven die... We hebben een hele tijd geen werkruimte gehad. En dat was het probleem. Ja, ja. Je hebt een vaste werkruimte nodig. Vroeger zaten we in de doelen. Maar ja, toen die gerestaureerd is en een andere functie kreeg, moesten wij eruit. En we prijzen ons gelukkig dat woongoed Flakey ons weer een nieuwe ruimte wil verhuren tegen een heel schappelijke prijs. Dat is altijd handig. Dus de werkruimte komt er weer. Kijk. Ja. Ja. Dus Jan, de exposities. Nou, dat wordt dus in de verschillende musea geëxposeerd. Het Streekmuseum hier in Sommelsdijk. Het Oud-Dorpsraden Polderhuis. En de Torenmuseum in Goeree. Ik weet niet of er nu wat staat. Die wordt op het moment gerestaureerd. En ook in sommige gemeentehuizen heeft wel een vitrine gestaan met een aantal. Het was zomaar een paar kleine dingetjes. Ja, ik heb in de gemeente Dirksland heb ik inderdaad dingen zien staan. Die is daar heel actief in, de gemeente Dirksland. Ja. Ja. En die heeft daar Kati Westdorp als motor een beetje achter. Ah, de dochter Martina iedereen, natuurlijk. Dus ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Nou, heel kort. Als we praten over de toekomst van de motten. In twee zinnen. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Op de ingeslagen weg en de zaak steeds verfijnen. En nog veel wat boven tafel komt publiceren. Ja, nou wat historisch onderzoek is er nog enorm veel te doen. Ja. Er is eigenlijk in het verleden niet zo gek veel onderzoek gedaan. En de mot is daar toen in eerste instantie archeologisch ingesprongen. En aan de andere kant ook op het gebied van... van publicaties van allerlei aard. Dus we kunnen voorlopig nog wel even vooruit. Goed. Heren, de tijd zit erop. Ik dank jullie hartelijk voor het komen hier naar het oude raadhuis. Het oude gemeentehuis hier in Middelhandis. De oude wereld. Dankjewel. Ja, nee, bedankt. U heeft gekeken naar een aflevering van het Flakeys Nieuws. En hier in de studio waren aanwezig de heer Paul Heerschap en de heer Jan Bot. En we zien u graag de volgende keer opnieuw.